Vevi Poels werkt voor het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Daar worden allerlei katholieke documenten bewaard. Hier komen we bij onze expositie van bidprentjes. De meeste prentjes worden gegeven als mensen sterven. Typisch katholiek. Protestanten hebben het niet. Moslims hebben het ook niet. Echt een beeldcultuur. Dat geeft ook wel iets van emoties, gevoel. Dit is knipkunst van een zuster. Die heeft al die kon heel goed knippen. Echt prachtig als je dit ziet. Zo'n klein kindje met vogeltjes. Met een klein schaartje knipt ze dat allemaal uit. Vevi heeft een afspraak met Pater Leers. Die blijkt een gigantische verzameling bidprentjes te hebben. Hij woont sinds kort in Wijchen. Het is een pater van 92 jaar. En we gaan iets heel moois van hem krijgen. Dag Pater Leers. Hij ziet u niet. Dag Pater Leers. Ik ben van het Katholiek Documentatiecentrum. Maar alvorens ik die verzameling overdraag, wil ik toch een kleine geschiedenis van die verzameling vertellen. Graag. En, ik heb het moeilijk. Ja. Maar het is een verzameling van Franciscanen. Van Franciscanen. Door Franciscanen. Ja. Nou, ik heb het nou gebracht tot 88.500 ongeveer. Ik kan enorm. Iets verteld hebben, maar ik denk het niet. Wat een enorm grote collectie. Wat vond u zo mooi aan bidprentjes? Hoe ze eruit zagen. En de geschiedenis ervan. Prachtig. Zo zijn alle laaien. Heel verschillend allemaal, hè? Hele mooie ook, hè? Mooie, ja, zijn er prachtige mooie bij. Ja, hele mooie. Kleuren. Hartelijk dank voor deze collectie. Ja, ben je ook een van de weinigen die voor zijn dood dat allemaal weggegeven heeft. Oh, ja. U heeft dat zelf goed geregeld. Ja. Nou, prachtig, hè? Wat een prachtige hoeveelheid prentjes. En ongelooflijk dat zo'n man dat zijn leven al die jaren, ik denk wel 30 jaar, heeft verzameld. In elke plek waar hij kwam, heeft hij nieuwe prentjes gevraagd. En heeft hij ze keurig alfabetisch gerangschikt. Ik vind het echt een geweldige gift. Wij zijn er heel erg blij mee. Het is erg leuk. Ja. We gaan straks even spieken. Ja, kijken wat er allemaal in zit. Ja, dat is altijd heel erg leuk. Hele oude met van dat filigraan, zo langs de randjes. Dat is echt, dat vind ik echt prachtig. Dit is echt 19e eeuws. Nu is het zo dat Vevi niet alleen de 88.500 bidprentjes kan bekijken en uitzoeken. Gekeken worden welke selectie wij wel houden en welke niet. En ja, dat zou prachtig zijn als daar mensen aan mee willen werken. Ga naar geldlandhelpt.nl en help Vevi met dit bijzondere en prachtige project.